Maandag, maandag, heb je gisteren naar mijn afkloppenritueel gekeken? Moet je doen, dat is echt heel leuk. Gewoon afkloppen, ga even kijken. Hieronder, hieronder, eronder, onder deze post moet je even kijken, het is lachen. Hey, het is maandag, het is weer tijd voor de weekreading. Ik ben onderweg, dus ik dacht ik zoek een leuk hoekje. Ergens hier op Schieweg sta ik hier om de hoekje en ik heb de kaarten al geschud. Dus ik ga met de weekreading beginnen. Jouw eerste kaart voor maandag, dinsdag, heb ik luisteren. Zie je dat? Kun je hem duidelijk zien? Luisteren. Deze kaart gaat voornamelijk over dat je moet vertrouwen hebben dat de engelen je hebben gehoord. Over je werk, over je relatie, over je vriendschap. Je gebed is echt wel gehoord. Maar als jij je boodschappen krijgt, handel je er wel naar, luister jij daarnaar. Want de engelen horen jou, maar hoor jij hun? Daar gaat de kaart over maandag, dinsdag. Als je een intuïtie krijgt, of je hebt behoefte om iemand te bellen, of langs te gaan, of iets wil lezen, of een nieuwe sport mee moet beginnen. Als je daar een ingeving van krijgt, luister daarnaar. Handel daarnaar. Dat vraagt de kaart van je. Ja? Luister naar wat je doorkrijgt. Heb vertrouwen, oké? En heb ook de vertrouwen dat de engelen je hebben gehoord. Tijd is iets relatiefs, tijd is alleen maar hier op aarde. Serieus, heb gewoon geduld en dan zou je op het moment dat het echt moet vallen, herhaal ik weer, dan komt het. Oké, maar heb de vertrouwen. Heb de vertrouwen dat de engelen je horen. Maar luister ook naar wat hun tegen jou zeggen. Deal, maandag, dinsdag. Woensdag, donderdag. Waarheid en integriteit. Ik laat hem even een tijdje zien. Leef je wel je eigen waarheid? Ben je authentiek? Blijf jij bij jezelf? Of ben je anderen aan het volgen? Of, ik wil niet zeggen, ja, kopiëren en eigen maken is nooit slecht. Maar blijf je bij jezelf? Woensdag, donderdag. Ben je bij jezelf? Vraag jezelf af. Want daar gaat de kaart over. Je eigen waarheid leven, niet van anderen. En weet je nog niet wat je waarheid is? Zoek op wat jouw waarheid is. Ga voelen. Ik heb dat ooit van Daisy de Vega geleerd. Die zei het heel mooi. Voel de waarheid. En dat had ik altijd wel. He, bij mij als ik het voel is dan de waarheid. Maar op dat moment kwam ik even niet uit. Dan belde ik er even op om hem er even te over hebben. En toen herhaalde ze dat voor me. Voel je waarheid. En dan pas ga je stappen ondernemen. Vond ik zo mooi. Dat heb ik altijd vastgehouden. Als ik iets niet meer weet, dan hoor ik haar stem op mijn achterhoofd. Echt van, voel de waarheid. Voel het. En dan pas neem dan de eerste stap. Voel je waarheid en wees authentiek. Oké? Blijf bij jezelf. Wees wie je bent. Oké, je bent zo mooi als je gewoon bij jezelf blijft. Geloof me. Ieder heeft een talent. En die talent die je hebt, hebben we allemaal nodig op aarde. Je kan vast wel leuk schilderen, mooi dansen, leuk liedjes schrijven, fantastisch dichten of spoken words. Maar doe het allemaal vanuit je waarheid. Wees authentiek. Deal? Leef je waarheid. Nogmaals. Weekend! Overgave en loslaten. Let it go and let God. Zeg ik altijd. Let it go and let God. Geef je over. Go with the flow. Als het nee is, is het nee. Is het ja. En dan volg je. Ga niet een strijd aan met een ander of met jezelf over wat je voelt. Voel je de waarheid? That's it. Let it go. Ga de andere kant op. When nothing goes right, go left, zeg ik altijd. Let it go. Laat los. Ik zie een paar mensen zich ook echt verslagen voelen in het weekend. Laat het los. Ga de strijd niet aan. Ik voel strijd bij deze kaart. Het is zo, zeg ik heel vaak. Het is niet anders. Het is zo, accepteer het. En laat het los, blaas het weg. Het is oké. Als het niet voor jou is, dan word je beschermd. Daar geloof ik in. Als ik iets heel graag wil, hè,
en ik krijg het niet of het komt niet naar me toe. De enige gedachte, en dat is ook meestal de waarheid, dan word ik ervoor beschermd. Dat betekent dat het niet voor mij is. En als het naar me toe zou komen, zou het me iets doen. Zou het me vertragen, zou het me blokkeren. En daardoor is het niet voor mij. Dus dan laat ik het los en dan geef ik me over aan iets anders, aan het licht. Let go and let God in, like Doreen Virtue. Ik zie echt heel veel mensen strijden met je eigen emoties. Voel de waarheid, again. Misschien heeft het dat te maken dat je dan woensdag, donderdag dat voelt, zodat je dan vrijdag, weekend los kan laten van de waarheid is nee of de waarheid is ja. En ik geef me over, ik let it go en ik ga verder met iets moois, wat goed is voor mezelf. De liefdeskaarten. Jeetje, ben je verliefd? Heb ik vandaag niet zo'n leuke kaart, maar in ieder geval, ik geloof dat alles tijdelijk is. Onbeantwoord. Is niet genoeg aantrekkingskracht. Luister je daar wel naar of ga je door? Dat is met het loslaten. Voor de verliefde mensen, als je omgaat met iemand en een persoon laat jou niet genoeg aantrekkingskracht zien, laat het voor nu, want soms, want hè, ik zie in de week hè, dat we aan het strijden zijn, het betekent niet dat het helemaal onbeantwoord is, maar voor nu is er niet genoeg aantrekkingskracht, want mensen zijn nu heel erg naar binnen aan het reizen, naar binnen aan het keren van wat wil ik, is dit aantrekkingskracht echt, misschien heb je dat zelf ook, dat iemand jou benadert en denk je, heel lief, heel leuk, je bent goed, je bent lief, maar het is niet wat ik wil. Kan ook vanuit jouw kant naar de ander. Wees dan ook eerlijk. Ga dat niet voor de ego doen. Met een andere omgaan, omdat je ego dan wordt gestreeld. Of dat jij de andere aandacht heeft, zodat je niet alleen hoeft te zijn. Het werkt niet. Dat is ook wat ik doorkrijg. Dat sommige mensen anderen toelaten, omdat ze niet alleen willen zijn. Ja. En ik zie een paar dames verdrietig om zijn dat het niet wederzijds is. Je wordt beschermd als het niet wederzijds is. Geloof me, dit komt echt uit mijn hart. Je wordt beschermd. Let it go, let God in. Maak ruimte voor iets nieuws, voor iets liefdesvols, voor iets oprechts, voor iets echt. Ja? En wees zelf aantrekkelijk, want als iemand nee tegen je zegt en je gaat maar door, wordt dat onaantrekkelijk. Kan ook, hè? Omdat je doorgaat, wordt het onaantrekkelijk naar de andere partij. Let daarop. En weet, sommige dingen zijn tijdelijk, maar deze persoon is het niet. Maar misschien over een paar maanden, een paar weken wel. En dan weet je wel waarom niet. Mijn nicht zei een keertje iets heel moois, mijn nicht Nanny. Ze zei ook, nou snap ik waarom het niet ging met anderen. Van nu heb ik iemand ontmoet en dat was mijn laatste puzzelstuk. Hij paste precies, daarom paste de andere niet. Vond ik zo mooi, onthoud dat. Als een ander niet past, is omdat het niet je puzzelstuk is. Ga door. Relatie, verzoening. Het kan ook een vriendschap. Maar in de relatie geef ik aan, het heelt weer. Jullie hebben misschien gesprek gehad. De ware verzoening is er deze week. Je begrijpt elkaar. En dan kun je elkaar helen. En een nieuwe afspraken maken. En andere woorden gebruiken. En een andere houding. Dan weet je dat voor de volgende keer. Wanneer er iets aan de hand is. Dan weet je misschien hoe je dat de volgende keer kan verzoenen met elkaar. Door elkaar te respecteren. Elkaars emoties te respecteren. Elkaars zijn te respecteren. Dat is soms heel moeilijk in een relatie. Als je onvoorwaardelijk van iemand houdt. Dan ken je het gewoon af en toe je ogen voor dicht doen. En gewoon weten van hij heeft een bui of zij heeft een bui. He, de vrouw in de hormonale week. Moet ik zo lachen, een paar vrienden van mij die zeggen altijd, jullie vrouwen met jullie hormonen. Nou, misschien is het binnenkort over. En dan is ze weer lief voor je. Voor de mannen, oké? Ik zie ook zussen verzoenen. Ik zie twee zussen verzoenen. En er zijn er meerdere misschien. Maar die ook een mooi gesprek hebben met elkaar. Sorry, het komt toch familie en vrienden uit, dat zie ik.
Je gaat helen in een, met een persoon waar je even, een discussie is het niet, maar even dat een persoon je even heeft gekwetst misschien. Ja, kwets is een groot woord. Maar dat de persoon jou niet zag staan, kan ook. Of de persoon het niet door had. Maar de verzoening komt. Wees heel lief. Misschien in de relatie maak jij de eerste stap. Zeg sorry. En zeg ik ben geheeld. Of door sorry tegen een ander te zeggen, dan heel je de ander. Ja, verzoen met elkaar in de relatie. Ja, ook in vriendschappen, familie. Dat komt. En die twee zussen die ik zie. Het lijkt ook alsof jullie een moeder in de hemel hebben die jullie bij elkaar brengen. Of een vader. Of een derde zus. Ik weet het niet, een tante. Ik zie een vrouw die jullie probeert te verzoenen. Jullie bij elkaar, dicht bij elkaar te brengen. Ja, voor die twee zussen. Jij weet het wel als ik het erover heb, als je dit kaart ziet. De single. Wait a minute. Wait a minute. Nou, het is een minuut. Het is voor jou misschien een beetje frustrerend als ik zeg minuut. Wacht nog even. Je voelt je nog niet compleet. Daardoor moet je nog even wachten. Ben je al compleet? De kaart valt zo vaak voor de singles. Ik blijf het zeggen, zie het licht daarachter. Het komt. De engelen hebben je gehoord. Misschien staat het al voor je neus. Zie het. Voor sommigen die zien het niet. Het staat voor je neus, krijg ik door. Of je denkt, je denkt aan zoveel andere dingen. En dan zie je de liefde niet. Het moet zo zijn, het moet dat kunnen, het moet dat zijn. Hij moet dat zijn, of zij moet dat kunnen, of dat hebben. Is niet waar, samen kun je reizen. Ga eerst jezelf helemaal 100 voelen. Het komt. Geloof me. Ja, ik heb het tegen jou. Ik kijk je in je ogen. En ik, zoals mijn vader zegt, voor jou twee knipogen. Het komt. Geloof me. Binnen nu in drie maanden, de mensen die nu single zij die hier naar kijken, die gaan iemand ontmoeten. Binnen nu in drie maanden, rond de zomer heb je iemand om je heen. Tenminste, als je heel hard aan jezelf hebt gewerkt. Want anders kun je het weer verpesten door onzekerheid. Yes, en zelf heb ik deze week een beetje, ik ben ziek geweest, blijf verkouden, moe. Heel erg druk bezig met anderen, omdat ik, dat blijft zeggen, de dwangmatige hulpverlener in mij. Maar ik kwam even iets tegen en daar wilde ik toch even met jullie over hebben. Heb ik zelf ook aan moeten werken. Je inner kind. Ga deze week naar de inner kind en omhels haar of hem. En vertel haar dat ze veilig is. En dat ze geliefd is of hij. Dat alles al goed is. En alles is onderweg. Je bent onderweg. Alles is daar. Maar je loopt erheen. En wanneer je onderweg bent, dan pak je de kansen. Je bent onderweg. Oké? Een dikke, dikke, dikke kus. En ga naar je innerlijke kind. Probeer het echt. Of doe het. Probeer het nog. Ga zitten en ga naar haar heen. Maakt niet uit. Is ze wat tot het kan ook zo zijn dat het in de puberteit is. Maar ga naar dat innerlijke kind en vertel dat het alles goed is. Alles is goed, ondanks de drukte, de kou, de ziek zijn, de vermoeidheid, het doorwerken, de discussies, de gemis. Everything is gonna be alright. En alles is al goed. Dikke, dikke, dikke kus voor jou. Mwah. Tot donderdag voor de tarot.